Kenniskring, de vrijwillige netwerkorganisatie, heeft bij de lezing gisteren de aandacht gevraagd van verschillende deskundigen voor de verruwde criminaliteit in het land. De organisatie stelt dat de recente overvallen en berovingen de samenleving dagelijks bezighouden. Hiermee is het vertrouwen in de politie en het Openbaar Ministerie behoorlijk geschaad. Brian Isaacs, korpschef van het Korps Politie Suriname, zegt dat het er voor de samenleving op lijkt alsof er geen veiligheidsplannen zijn. Echter zijn er genoeg plannen om de criminaliteit aan te pakken. Voor elke type criminaliteit is er een speciaal plan nodig, zegt Isaacs. Het criminaliteitsbeeld, wat zien we? Uiteraard, de klassieke criminaliteitsvormen, zoals we die kennen, en noemen inbraken, vermogensdelicten. Maar ook de harde criminaliteit, wat we kennen als berovingen, overvallen. We hebben gezien een piek de afgelopen 3-4 weken, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Met bruut geweld, de levensberovingen, maar ook de georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit. Waaronder de drugshandel. We zeggen, dat is een big problem. De georganiseerde drugscriminaliteit. Wapenhandel, maar ook witwassen. En twee zaken wil ik hierbij zeker benoemen. Al deze vormen hebben we weer een ander impact. Die hebben weer andere soorten gevolgen. En allemaal vereisen weer een ander soort aanpak. De korpschef gaf ook aan dat er meer wetgeving nodig is, zodat de politie beter kan optreden. Er zijn bijvoorbeeld meer opsporingsbevoegdheden nodig om de drugscriminaliteit aan te pakken. Want mind you, van die drugshandel georganiseerd, daar komt niemand bij de politie om aangifte van te doen. Niet toch? Maar bij de inbraken wel. En dan kom ik terug op dat van de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, die ons meer tools zou geven als law enforcement, meer slagkracht om die vormen effectiever aan te kunnen pakken. En daar gaat het om. Effectiever aan te kunnen pakken. Wat is onze respons daarop? Het veiligheidsgevoel. Subjectieve veiligheidsgevoel. Daar zitten we in met een aantal interventies. Want elke vorm van crime vereist weer een andersoortige aanpak. De lezing had als thema het veiligheidsgevoel in ons land, de aanpak van de criminaliteit. Kenniskring is een vrijwillig netwerk van leiders uit de academische, overheids- en zakenwereld. Door maandelijks inzichten en ontwikkelingen te delen, streven de leden ernaar individuele en groepsbelangen beter te begrijpen en te sturen.